Oké, daar zijn we dan met sessie 6 alweer. Hier ben ik dus met Tekkit, nee, met Minecraft. Ik krijg blijkbaar direct een heleboel goede resources. Wauw, 8 verschillende. Nog een heleboel ook. Nou, beter. Wij zitten hier bij Save the Village. Zo heb ik deze map genoemd. Dus gewoon een beetje logisch nadenken en gewoon de village verdedigen. We zorgen dat de mensen geen zombie villages worden. Het is wel hardcore, zoals jullie zien. Dus ik moet uitkijken met de villages ook. En het eerste gedeelte wat ik hierna ga doen, is vooral zaken met spullen heb. Echt goede spullen. Ik ga bijvoorbeeld ook echt naar de Nether. Kijk, gewoon boekkasten breken, even met ze handelen. En ik moet ze gewoon eventjes helpen, een heel uur lang. Gewoon voor zorgen dat... Er moeten minstens 2 villages overblijven, 2 normale. Dat is me de vorige keer niet gelukt. Dus ik heb hem gereinstalled. Nou ja, niet opnieuw geïnstalleerd, maar... Weer opnieuw laten aanmaken, want het is gewoon een flatland. Die neem ik ook mee. Ik zal meteen ook even de boekkasten meenemen en zo. Oké. Nee, ik bedoel de... Kijk, ik moet hier gewoon wat hout vandaan plukken. Wacht, ik dan van deze doe. Van deze hele lijn. Dan heb ik direct een beetje veel hout. En op die manier ga ik ook gewoon de village verdedigen. Ik ga van een netwerk zorgen dat het aan de bovenkant is. Dat er bijvoorbeeld bovenlang staat en dat de deuren gewoon... zowel binnen als buiten, maar alleen binnen, geblokkeerd worden. Dus de villages kunnen er alleen maar hier bovenlangs uit en... Ja, ik word even geroepen, dus tot zo. Oké, daar ben ik weer. Ik word echt altijd maar gek van mijn ouders. Ze zitten altijd aan het zeiken, echt elke fucking keer. Echt een keertje niet meer tegen, nou ja. Wij gaan gewoon hiermee verder. Ik run op dit moment best wel smooth. Ik weet dat Rick ook nog altijd een berichtje gaat sturen. Ik moet echt eventjes in een van de huizen, moet ik zo meteen even gaan verblijven. Nou ja, niet gaan verblijven natuurlijk. Want als ik dat ga doen, dan ben ik sowieso de pineut. Oké, eerst 2 stenen halen. Nee, 5 bedoel ik. Ik ga even hier aan de zijkant hoor, ik ben niet gek. Drie. Vier, oh, lag. Vijf. Oké, mooi. Die tweede weghalen. Daarvoor heb ik sowieso ook wel 2 stenen nodig. Ik moet dat echt afdekken, anders fikt het hele ding af. En daar heb ik niet echt veel aan. Hier heb ik wel wat aan. Oké. Nou. Het is ook een beetje de bedoeling. Nether stuff en zo die we moeten doen. Ik ga sowieso ook... Nee, dat gaat ook sowieso gebeuren. Ik heb nog een keertje 2 stenen nodig. Dan ga ik wel gewoon uit dit muurtje. Zo. Mooi. Oké. Volgende stap. 1 gravel. Oké, flint. Nee, ik zeg toch... Zucht. Oké, die alvast zo zetten. Ja, ik weet, ik heb de port waar die meestjes aan staan. Oké, volgende stap. Stenen pickaxe. Oh, wacht. Mijn workbench heb ik daar neergezet. Oké, nu moet ik echt heel erg veel gaan werken. Oké. Van 4 ga ik naar beneden graven. Dit hier is op flatland. Het is alleen veel hoger. Het is gewoon zo'n 64 dingetje.
Nee, geen 64. Je hebt eerst 5 lagen dirt en daarna heb je een aantal lagen gewoon steen. Met onder andere kool erin, dirt, tussendoor. Gewoon allerlei soorten dingetjes zitten, kan je tussendoor nog vinden. Nou, dit gaat wel lekker. En zometeen moet natuurlijk wel even alle deuren gaan aflopen blokken. Gaan we natuurlijk niet doen via de minimap. Alles even aankuizen, dat is gewoon te. Maar gewoon even zorgen. Sowieso moeten gewoon alle deuren even dicht zitten, gewoon pot dicht. Want de zombies kunnen ze natuurlijk ook breken. En mooi op ijzer. Voor de opname begon heb ik niet met een van de villagers gesproken. Want het is allemaal een beetje onlogisch dat ik dat ga doen. Toen weet ik al wat ze verkopen en zo, dan heb ik niet echt veel meer aan. Oké. Oké. Oké, nou heb ik nu denk ik wel veel genoeg op dit moment nog. Ik ga vooral het begin een stukje alvast verdedigen. Wacht, dan moet ik pas begin van de nacht doen, zodra er eenmaal villagers echt in de gebouwen zitten. Nu kunnen ze ook nog buiten rondlopen. Ik moet echt begin van de nacht, moet ik al direct gaan starten met de verdediging en zo. Dus ik kan het beste nu eerst eventjes echt de hele tijd blijven mijnen. Dat ik ook bijvoorbeeld armor kan maken. Wacht even, ik heb diamonds gekregen. Niet voor niks. Oké. Kom aan. Oh. Ik wacht wel eens even totdat deze pickaxe dood is hoor. Oké, zodra het echt donker begint te worden op de minimap, dan weet ik gewoon dat ik naar boven moet. Dan moet ik echt gaan beginnen met de verdediging van de deuren. Oké. Kom aan. Breek door de dirt. Breek er doorheen. Oké, we hebben onze laag van de dirt gevonden. Nu is verder gaan veel simpeler. Nou ja, nog een laag van dirt. Ik let ook echt op een minimap om te kijken of het donker wordt. Ik zit gewoon echt op te letten. Nou, waarom ik trouwens met die diamonds geen pickaxe ga maken? Nee, geen zwaard bedoel ik. Dat is gewoon dat ik... als ik er nu gewoon een zwaard van ga maken, dan heb ik er uiteindelijk helemaal niks aan. Ik heb ook al een ijzeren zwaard. Plus met pickaxe kan ik ook meer hakken. Dan kan ik de volgende dag. Want ik weet niet of het steeds moeilijker wordt of zo, maar... Het is en blijft natuurlijk wel hardcore. Mag het nu donker te worden. Ik kan dan wel aanmerken van welke gebouwen er allemaal zijn geweest. Ik heb genoeg hout ervoor bij me. Dus ik gewoon via torsen doen en zo. Oh shit. Ik begin ook nog genoeg te krijgen. Nee! Nee! Het duurt te snel. Stom muiswieltje. Oké. Met meer dan een stack moet het lukken. Nee, hier komt sowieso al licht vanaf. Oké, die meenemen. Oké, hier zit niemand op het moment. Iedereen is echt al binnen gewoon. Hier zit ook niemand. Ik ga deze wel alvast afdekken. Dan... Oh.
kijken. Ja, hier. Oké. Nee! Oké, hier is het ook. Er zit daar op zich al iemand en daar ook. Is die iemand? Is hier iemand? Nope, maar dit kan wel een start worden voor hun gedeelte. Ja, er lopen nu wel ook wel aardige wezens. Oké, er zijn voor een paar villages al gewoon veilig. Oh. Portal. Top base al, oh jee. Oké, de Tim Sussie is nu ook met het spelletje bezig. Mooi. Oh jee. Als dit maar goed afloopt. Ik wil hier binnen trouwens ook nog een torch hebben. Oké. Echt veel van huizen kan ik natuurlijk niet verdedigen. Furnace. Eentje hierin, kool. Die alvast maken. Even kijken. Oh jee. Ik kan dan voor uiteindelijk zorgen voor een broek alvast. Dat is een gedeelte van de panzer. Oh jee, oh jee, oh jee. En Vincent speelt nu Left 4 Dead 2. Een zombie, ja kijk, ik kan het wel proberen. Ik ga het gewoon doen. Skeleton. Ga dood. Mooi. Oké, dat is een gedeelte. Ik heb ze dan voor een klein beetje goed kunnen beveiligen. Oké. Zodra ik ergens een beest zie dat echt in de buurt is, direct gewoon. En wel natuurlijk met aan bij na te denken van kan het lukken, gaat het lukken. Gaat het niet lukken, die gedachte moet ik blijven in mijn hoofd houden. En dan gewoon ervoor gaan. Shit. Oh. Oh jee. Nu moet wel eens cool vooruit kijken. Appla. Kijk. Oh. Dit is echt fulltime. Heel verdedigend wat ik hier moet doen. Shit. Wow. Oké. Okay. Stuff. Ah. Die kan ook niks voor meneer. Oké. Okay. Snel mijn deel in.
Oké, daar staan dus ook al een paar. Hoeveel strain heb ik? 2. Nee, jammer, net niet genoeg. Oh. Snel even eten maken. Shit, hoe gaat het? Het gebeurt echt elke keer. Hopla. Ik zit gewoon serieus echt gewoon de mensen hier te verdedigen. Dan kijk ik mezelf. Oh. Shit. Oké. Hopla. Die, villagers. Mooi. Oké. Oké. Het is net een beetje als die map die ik heb gedaan. Dat die beesten slachten. Die mop. Daar lijkt het eigenlijk een beetje op. Wauw. Oké. De vijanden van deze stad zijn tegelijk ook mijn vijanden. Aangezien ik nu ook een beetje in deze stad woon. Daar zit ik nog... Ja, we moeten nog eentje gaan aangeven. Heb ik 2 deze keer. Oeh. Mooi. Oké. Oh yes! Het begint dan een klein beetje dag te worden. Soon, zombies, you will burn! Oh. Deze weetjes zijn dan voor gered. Er renden nog 2 weg voor iets of iemand. Anyway. Ja. Oh jee. Zwaardstoot. Dan nog 1 gravel. Right, ze hebben het overleefd. Beste villagers, de aanval hebben we overleefd. Oké, wat wil jij? Nice. Helaas heb ik dat zwaard niet meer. Een 17 wonden heb ik niet, sorry. Oh shit. Nee, hè. Ik moet echt van villagers wat meer kunnen krijgen. En dan bedoel ik van... dat ik dus bijvoorbeeld emeralds moet kunnen krijgen. Er is ook nog een deur. Dat is wel echt jammer, maar al die deuren zijn hier gewoon allemaal opengebroken. Oh, hier woont Enderman. Oké, Enderman, wat jij wil. Jij mag het huis wel gebruiken. Voor je enemen dingen die je aan het doen bent. Oké. Even opnieuw organiseren. Zodat er mensen nog veilig gesteld kunnen worden. I saw you. Oké. Oké, die deur heeft hij dus toch niet meer nodig. Maar kan niemand meer inschuilen. Nou ja,
Zijn er nog genoeg gebouwtjes zonder deur, zoals hier bijvoorbeeld? Hup, trolololololololol. Ik kom gewoon ook door dit spin nog binnen zat en die heb ik er dus net niet uit kunnen laten. Ach ja, beter. Oké, maar ik wil echt ergens van een van die villages moet ik gewoon echt een beetje normaal emerald kunnen krijgen. Niet gewoon van alleen wol, want daar kan ik helemaal niks mee. Oeh, meer koop dan nodig. Goed om te weten. Jouw, oh, oh, 14. Dat is dan vooral een beter bedrag. Maar nog niet goed genoeg. Oké. Waarom zucht. Kleine vallend water waarschijnlijk. Oh, wacht even, daar zijn ook schapen. Die plukken. Mooi. Die planten natuurlijk ook nog tegelijk. Oké, kom aan. Right. Dan hier weer omhoog. Wacht, ik ben serieus. Ik zit gewoon potato's te planten. Wauw. Ach ja, dan groeien er zometeen wel potato's. Ach ja, die kan ik ook wel eten. Het gaat erom dat we iets te eten hier hebben dat groeit. Of kan groeien in elk geval. Hier hebben we wortels. Mooi. Oké, even verzorgen. Shares. Heb ik 2 ijzer? Nee, dat heb ik niet. Oftewel, ik zal het waarschijnlijk toch gewoon met een pickaxe of zo moeten doen. Dat ik die schapen gewoon kill. Nou, ik dat maar gewoon doen. Gewoon stenen pickaxe gebruiken. Hazar! Oh. Oh, sugarcane. Ah, squid. Die, squid. Oké, wol. Oh, hier ligt ook nog spul van skeleton. Vol erin touwen. Kom aan. Hoppla. Zo, ik weet nog van vroeger dat schapen niet eens wegrenden. Oké. Even andere vrienden op wel, wat is het ook weer? Op, niet op Origin, maar op dinges. Nou ja, ik weet ik veel. Iemand speelt dus Terraria, laat ik het zo stellen. Dus succes met het spelen van Terraria. Ik weet niet eens, ik weet je naam niet eens, dus. Oh, die had mij ook beloofd dat hij mij wat goede keer zou geven. En dat we dan direct... zou dan gaan voor dinges. De Idle World. Nee, niet de Idle World. Die eindbaan. Maar dat dingetje dat er gewoon van helemaal heel diep onder de grond zit. Ik weet zijn naam niet uit mijn hoofd. Maar ja, dat wil ik dus niet. Dus. Vandaar dat ik ook niet echt zeggen wanneer ik ga beginnen aan die video. Dan zou hij het geven. Nou, als ik het online niet. Als hij er precies tijdstip en zo niet weet. Of als hij bijvoorbeeld offline is ofzo, dan doe ik het gewoon. Best logisch.
Nou, mooi. Dat is ook allemaal geregeld. Oké. Farms zijn gedaan. Ah, gedeeltelijk. Ik moet nog steeds... ja, oké, twee van die farms. Nou, kan nog wel. Hier gebeuren nog potatoes. Ik moet eigenlijk ook nog allemaal lopen meenemen en zo. Ik moet eigenlijk verder gaan graven. Dat ga ik zo meteen ook direct doen. Shit. Is het nou al nacht te worden? Ik hoop het niet. Ik heb er nog een frame drop. Gebeurt er iets op Skype of zo? Als het goed is niet. Nee. Nou, vreemd. Oké. Wat de hel? Waarom heb ik zulke frame drops? En ik heb al 34 gigabyte over, dus... gebeurt er iets op? Steam, dat was de naam die ik net zocht. Steam zit ook aan mijn origin, als het goed is niet, maar... Voor mijn Steam weet ik dat die aanstaat. En kijk, ik heb zulke nog een frame drops in, dus ik ga weer naar 5 frames per second. Hier nu weer iets in de 30, hè? Ja... Het is een goed Minecraft. Oké. Mijnen. Kijk, gaat hij weer. Die kan ik trouwens ook wel openbreken nu. Ik ga ook hier de chest ook even meenemen. Dat is wel verstandiger ook. Als ik een heel ondergrondswegen systeem ga aanmaken, dan ben ik nog niet, dan ben ik over een paar jaar nog niet klaar. Oké, hier. Dit is trouwens de eerste van de twee keer dat we hardcore gaan doen. Het is beide keren Save the Village. Dus gewoon, we zitten hier bij deze village en die moeten gewoon proberen te redden. En de volgende is gewoon nog steeds hetzelfde. Het is dan ook gewoon in de staat waarin ze nu zitten, dus... als bijvoorbeeld nu een paar doodgaan ofzo... Dan zal het in de volgende precies hetzelfde zijn. Het zijn precies dezelfde die ook dood zijn hoor, dus... We gaan gewoon verder met deze save data. We gaan niet weer een nieuwe aanmaken. Oh, mooi ijzer. Oké. Dit is ook goed aan het gaan. Mooi. Genoeg ijzer. Oh, kool. Oh ja, ik kan nu ook gewoon lava onder de grond vinden. Dat vind ik ook nog altijd het leukste. Dat doe ik ook wel vaker. Dan ga ik gewoon echt ondergrond. Dan zit ik gewoon echt lava te zoeken. Maar ik weet dat ik bovengrond hier ook nog een lava poeltje heb. Ik ga waarschijnlijk pas in sessie 2 naar de Nether. Het kan trouwens ook zijn dat we 3 sessies hebben, maar het ligt er een beetje aan. Ligt er een beetje aan hoeveel sessies ik nog tussendoor weet te verzinnen van andere dingetjes. Het gaan we ook nog 2 keer Tacket hebben, dus. Dus waarschijnlijk is Tacket ook alweer de volgende. Ja, wacht. Er zitten er steeds 2 tussen bij Tacket, dus. Dan is de volgende sowieso Tacket. Spoor is trouwens ook al gerenderd. In de vorige sessie. Oké, kom aan. Oké, zo. Mooi, dit is goed aan het gaan. Oké, we zitten nu op diamond niveau. Hoe weet ik dat? We zitten onder laag 16. Vanaf laag 16 is diamond niveau. 16 en de onderen.
Redstone, mooi. Zo, mooi. Ah, dit is al goed aan het gaan. Oké. Okay. We moeten nu echt diamonds vinden. Dan kunnen we de stad nog beter verdedigen. En emeralds bijvoorbeeld, die moeten we... Nee, wacht, die kunnen we echt alleen krijgen van villages nu. Best wel jammer, maar goed. Zo. Als het goed is, zijn er genoeg gebouwen afgezuimd om sowieso twee mensen nog leven te houden. Zelfs als ik gewoon net ondergrond ben. Dit bedoelde ik dus met sommige lavapoeltjes onder de grond. En we gaan natuurlijk wel even beter kijken, meer naartoe. Kijk. Goud, ijzer, kool. Oké, we gaan er wel een klein beetje omheen natuurlijk. Even planten erin te donderen. Dat zou een beetje te zijn. Aangezien het echt ook voor mij hardcore is. Als goed is, heb ik hier ook nog een kopietje van. Dus mocht het fout gaan, dan... zou ik het normaal alsnog kunnen doen. Mocht ik geen kopietje van hebben en als het toch fout gaat, dan kan ik helaas niks aan doen. Maar dan gaan we gewoon op een normaal gedeelte survival in hardcore. Meer ijzer. Eerst even hier ook de redstone weghalen. Oh wacht. Waarschijnlijk ook geplaatst in mijn inventory. Nope. Oftewel, we gooien eventjes deze twee weg. Maar goed, zal ik helemaal boven mijn kijk eventjes hoe lang ik al bezig ben. En, oh. Dan wordt al gedropt. Kool. Ja, ik moet ook even kool natuurlijk meenemen. Mooi. Oh, nog meer. En nu loop ik wel weer met de normale snelheid. Nu ga ik wel weer gewoon iets van 30. Oké, maar als ik boven ben, dan stop ik zo even. Kijken hoe lang ik al bezig ben en zo. Al die shit sowieso. Ik weet dat ik nu iets van een half uur bezig ben. Dat denk ik tenminste. Ik weet het niet zeker, maar goed. Ik zie echt helemaal niks hier. Maar goed, met kijken is gewoon eventjes tot zo.